Eten op straat Jai Fai Jai Fai woont in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Ze is chef-kok en heeft haar eigen restaurant. Jai Fai werd in 1945 geboren in Bangkok. Haar ouders kwamen uit China en waren arm. Haar vader was verslaafd aan drugs en werkte niet. Jefai, haar moeder en haar zus moesten voor een inkomen zorgen. Jefai werkte als naaister. Haar moeder en haar zus hadden een kraam met noedels op de markt. Op een dag was er brand in de werkplaats van Jefai. Alles was kapot, ook de naaimachines. J. Fye was haar werk kwijt, maar ze moest geld verdienen en daarom wilde ze werken in het kraam van haar moeder en zus. J. Fye had nog nooit gekookt. Haar moeder zei: Jij kan helemaal niet koken, je hebt dat nog nooit gedaan. Maar Chefai oefende elke avond tot ze het kon. Toch was het moeilijk om geld te verdienen. Er waren zoveel kraampjes met noedels op de markt. We moeten het anders doen, dacht Chefai. We moeten iets speciaals doen, zodat er meer mensen naar ons komen. Ze ging naar de markt en kocht dure producten om mee te koken. Eerst waren de klanten verbaasd. Waarom is jouw eten plots veel duurder? Omdat ik met de beste producten werk, antwoordde J.F.I. Het eten van J.F.I. was duurder, maar. Er kwamen steeds meer klanten. Iedereen vond haar eten het beste van de hele markt. Na een tijd moesten de klanten uren in de rij wachten, maar niemand vond dat erg omdat het eten zo lekker was. Jay is bekend voor haar lekkere eten. Maar ook omdat ze er speciaal uitziet. Als zij kookt, draagt zij altijd een muts en een duikbril. Jef is nu oud, en ook rijk, toch wil ze niet met pensioen. Ze werkt elke dag tot twee of drie uur s'nachts. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt, zegt ze. Ik heb nooit iets anders gedaan. Ik wil niet stoppen, want wat moet ik dan doen? Werken en koken is mijn leven.